Goede help van Ivan op het moment. Goed, de verdediger zit. Okay. Mindere shot er ook. Of nog de bal door en zwak verdedigd. Driver. Zeven keer is Litouwen. Dat is de shotter dat je daar juist in Brandwijk. Ja, als hij open staat. Ja. Verandert. Het is altijd hoe dat de ref de interpretatie ziet. Hè. Was het ervoor, was het er na, was het op de shot. Weer hetzelfde. Maar jongens, dat is twee keer achterin. Kom aan. En hij zit. Zeven seconden op de shotklok. Mooi. Mooi gedaan van Tim Huis. Hij draait zowel links als rechts. Dat is dan een sterk begin bezig. Sterk begin, inderdaad. Dat is beter gezien als Dorian daar volledig open werd. Dat is de klasbak. Dat is ook een gebrek aan snelheid. Dat zegt toch ook wel. Blondin. Spijtig, maar. Allee. En Lubri, ja, dat zie je wel. Hè. Dat is de man die niet alleen staat scoren, open, maar ook speelman. Hij geeft ook die pas altijd op het gepaste moment. Hè. En moet je dan ook wel misschien meer open dat de shots niet vallen tegen de zone? Heb je meer kans op rebound? Voilà, weer niks. Dat is doorgaan en dan op de gepaste moment. Gepaste moment, ja. Je kunt niet onmiddellijk vlug spelen terwijl dat je geen goede shot neemt. Voilà. Goed afgelopen. Goed verdedigd. Ja, goede help van Mitic. Het is gemakkelijk allemaal. Schouwvliegen naar Lindegen. Naar Lindegen, naar Maas. En wat gaan? Tegen één spelen. Ik heb het te moeilijk in ieder geval. Is te moeilijk. Is te moeilijk. De bal is ten eerste al lang onderweg. Je kunt geen rechte pas geven. En dat is gewoon. Weer dat er niet gepraat wordt. Dus, ja. Voorgaan, probeert de dingen te veranderen. Ja, ja. U zegt, als hij snelheid haalt, hij kan hier tegen één. Ja, maar het gaat vooral bij mij over, wat ik u daar juist zeg, van na de vakantieperiode. Ze hebben nu 14 dagen toch goed kunnen werken. Ja, het lijkt mij ook een fout geweest te zijn. Maar... Oei, dat is ook aanvallende. Heel makkelijk, hè. Man aan top moest zien dat hij niet kan insnijden. Ze doden de tijd. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ze hebben gelijk. Voilà. Er is niemand die komt helpen. Gewoon een 1 tegen 1. En nu nog een geforceerde shot. Voilà. Het is gepast. Blijven. Ja. Dus je gezicht, je kent dat van Amerika. If you buy peanuts, you got monkeys. Je hebt monkeys, inderdaad. Maar het gaat niet over dat je monkeys hebt, maar het is gewoon. Het is niet opletten. Het is gewoon naar de bal kijken. Hij probeert nu met Dorian op Lubri. Ja. Dan krijg je de mismatch met Paling komt er doel tegen Dorian. Dat is te gemakkelijk voor het keer. En dan moet je op die moment dat je naar doel gaat, moet je die pas al kunnen geven. Oh, voilà. Tussen twee torens. Ja, weer niet opletten. Hè. Ja. Goed. Ja. Goed. Fout zeg. Dat is niet fout. Ja, sorry. Dat kan niet, hè. Ja. 44, 60. Hai, kom aan. Aan Thomas zal het in ieder geval niet liggen. Ik zie dat hij meer gedreven is. Ja, ja, hij blijft altijd voorcoachen. Hij moet, hè, maar. Dus. Dat was te gemakkelijk. Ja, in het side staat tamelijk. Kleine keer dat hij van naar boven komt, zou daarmee. Matthias Paling is precies niet van de kleinste. Ja, 2-6 is hij, geloof ik. Ja. Dat is zeer goed. Ja. 51-62, nog 4 minuten. Ja. En we hebben terug. En balverlies, hè? Gaat, voilà. Aastuur. Marchand staat alleen, maar hij durft het niet. Ja, was niet slecht, maar. Ivan. En hij zit erin. En hij keurt hem terug af. We hebben 3 goed gespeeld. En dan 3 punten. Gemist. Ja, maar. Juist een moment. Siebele Degen.
Voilà. Kan hij goed. Wat we baskettermen noemen. Ja. Naar Maras. Mooi. Spin. Draaien en keren. En mooi. Binnen. En we staan eruit. Ja, lijk. Nee, ja, Stef duwt hem weg. Hè. Ja. Dat is een zure driepunter van Dammen. 64-67. Het zou zonde zijn natuurlijk zo. Ja, een remote ook. Dat je dan uit handen weer geeft in de laatste kwart. Maar kom. Het is erom dat we moeten rustig blijven. Ja. Voilà, ze. Allee, even een warmte houden, jongens. Toch, allee. Ja, die heeft zo van die. Let er weer niet op en moet erbij blijven, jongens. Ja. Ay, dat is mijn. Dat is precies terug aan het keren. Ja. Ivan, voilà. Dat is ongelooflijk. 3 jaar gezeten, 3 jaar. Ja, als hij kan draaien. Meer dan goed zijn best. Yes. En dan? Voilà ze! Geen sight naar het. Nee, sight naar Ivan. Is te laat. Werpen, Tito, werpen. Goed. Mooi. Voilà ze! Dit is die 3. Dat is die nodig. Organiseren en speel voor. Ja. Het is een beetje te veel willen op het moment. Loop Rieter. Ah, die moest ingestapt hebben. Ja. Loop Rieter. Alsjeblieft. Ja. Ja. Goed. 6 seconden. 6 seconden, Tito. Goed. Goed. Rustig. Tegen grote mannen. Het tikken zoeken. Contact zoeken. Ik weet het niet. Waarschijnlijk zal hij wel gelijk hebben. Ja. 8 seconden voor de aanval. Lobri geeft hem nog weg. Het was bal voor Mechelen. Ja, ja, ja. En Mechelen kan nu aanvallen natuurlijk. En daar is Boudry. En die een ongelooflijk. Je gezicht. Hè, hij moet een tijd uitsmijten. En als Tito, ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. En nu? En nee! Nee! Het is nog niet gedacht, hè?